Ik ben Matthijs, trombonist van het ensemble Castello Consort. We zijn een ensemble voor oude muziek. Ik ben Anne Linde en in het Castello Consort speel ik afhankelijk van het repertoire bas, viool, cello of viola da gamba. Ik ben Elise en ik speel viool in het Castello Consort. Met het Castello Consort richten we ons op muziek uit de 16e en 17e eeuw. In die periode begint men ook voor specifieke instrumenten te componeren, zo ook voor het orgel. De muziek uit die tijd is heel expressief en vaak heel spontaan. Componisten waren in die tijd heel veel aan het experimenteren. En eigenlijk alles dat later in de muziektheorie verboden werd, dat deden ze toen gewoon. Vandaag de dag in de oude muziek is het orgel een beetje een achtergrondinstrument geworden. En daar willen we met ons project graag verandering in brengen. 3 jaar geleden deden we een keer een project in Oosthuizen met het kerkorgel daar. En dat is een kerkorgel dat in hoogstemming staat, in middentoonstemming. En dat was voor mij de eerste keer dat ik met zo'n soort orgel speelde. En ik vond dat echt een openbaring. Dat inspireerde ons heel erg en we merkten ook hoeveel draagkracht dat aan het hele ensemble gaf. Het orgel vormde echt een basis op die manier. Zo is ook het orgelproject begonnen. Eigenlijk willen we dus gewoon die klank van een 16 en 17 eeuws orgel meenemen naar alle concerten die we spelen. Daarom hebben we samen met de orgelmaker Rijl nagedacht over hoe we dan dat geluid toch in een kleiner verplaatsbaar instrument kunnen passen. Er is een heel mooi ontwerp uitgekomen. Het orgel past nu in 2 helften in ieder standaard bestelbusje. Dat draagt al, hè? Hier. Het orgel krijgt maar liefst 7 complete registers, waaronder een paar hele speciale klanken, zoals de Regaal of de Forte Humana, waar Monteverdi onder andere specifiek om vraagt in zijn Maria Vespers. Het orgel komt in een hoge stemming te staan en in middentoonstemming. Die middentoon kenmerkt zich door hele zuivere tertsen, dus hele zuivere harmonieën. Speciaal voor die stemming voegt ze in de 17e eeuw vaak dubbele zwarte toetsen toe, zodat nog meer akkoorden zo zuiver gespeeld konden worden. We zijn nu hard aan het werken aan het orgel bij Rijl en het is bijna klaar. Ongeveer 90% is dankzij allerlei fondsen en donateurs al rond. Maar voor de laatste 10% willen we heel graag uw hulp vragen.